David, we staan hier na de match Tubize-Antwerp. Jullie verliezen die match. Een zuur gevoel, denk ik, dat je hebt. Het goochelt, hè. Grote ontgoocheling eigenlijk. Als je vandaag wint, en dat was de bedoeling, dan doe je super zaak. En dan, vandaag was het misschien de moment om van Tubize weg te lopen. En, het is niet altijd omdat je het wilt dat het ook lukt. Hè. We hebben geprobeerd en het is niet gelukt. Jullie staan nu nog wel genoeg punten voor. Is deze match iets wat jullie zo rap mogelijk willen vergeten of toch willen meenemen naar de volgende match? Nee, die moeten we zeker... we staan terug met de voeten op de grond. Hè. En we moeten maken dat we vrijdag terug klaar zijn om thuis vol een bak te gaan tegen Serre. Vandaag zijn we ontgoocheld en we hebben er niet goed van slapen. Maar morgen gaan we de koppen bij elkaar steken. Gaan we kijken wat dat beter kon, wat dat niet goed was. En vanaf dinsdag bereiden we de match voor op vrijdag. En dan moeten we er zorgen om weer terug staan. Hermans werd al snel gewisseld. Had hij een blessure of was het om de gele kaart? Een beetje de reden ook van de gele kaart. En op een moeilijk terrein en bleef moeilijk recht. En moest altijd duel gaan. Kreeg ook de gele kaart na een fout dat hij uitglijdt. Ja, en dan denk ik dat je als trainer je verantwoordelijkheid moet nemen. En ook al is het niet plezant voor Joff. Maar ik moet denken aan de ploeg. En als we met 10 vallen, dan wordt het hier heel moeilijk. Jens Naessens verving hem. Ben je blij na zijn invalbeurt? Hij heeft dat goed gedaan. Hij is een jongen die de juiste mentaliteit toonde. Die scherp ingevallen is en die getoond heeft dat hij, dat hij meerwaarde kan zijn voor ons. En heeft dat goed gedaan vandaag. Oké, dankjewel.